Met een ferme ruk aan een touw, waardoor een ton water op een hoogwerker boven een schuilhut werd geopend, was de officiële opening van de schuilhut nabij het Vennebos in Hapert zondagmorgen 19 september 2010 een feit. De hoofdrolspelers van dit touwtrekspectakel waren burgemeester Boy Swachten van de gemeente Bladel, wethouder Steven Kraaienveld van de gemeente Eersel en wethouder Stefan Wouters van de gemeente Reuzel-de-Mierde. Voordat het VVD-onderrondje aan het touw mocht plaatsnemen, verwelkomde Maurits Bartholomeus van het Land der Zaligheden de aanwezigen. Het Land der Zaligheden is een club van ondernemers uit Reuzel-de-Mierde, Bladel, Eersel en Bergijk. Hun doel is om de campen leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor zowel toerist als de eigen inwoners. Burgemeester Boy Swachten haalde aan, de kracht in de campen is het samenwerken waardoor dit project mede ook geslaagd is. Waarna wethouder Steven Kraaienveld tot slot ook aangeeft dat zijn gemeente zich niet alleen maar met zaken binnen de gemeente, maar ook gemeentelijk overstijgende activiteiten op het gebied van toerisme toejuicht. Na de officiële openingshandeling werd op het Vennebos nog op informele wijze met een hapje en een drankje nagepraat over de totstandkoming van dit project. 42 banken, 33 schuilhutten en 16 picknicksets zijn in totaal geplaatst in de gemeente Eersel, Bladel en Reuzel-de-Mierde en bij de leden van het Land der Zaligheden.